Ga naar bed. Het is 8 uur. Nou en ik wil dat je naar bed gaat. Je weet wat ik doe als je niet luistert, hè? Ja, maar... Ik kom over 5 minuten checken. Zo, nu die op bed ligt, kan ik eindelijk doen wat ik al een hele tijd heel graag heb willen doen. En dat is een slechte film reviewen. Niet dat ik hiermee onomstotelijk bewijs maak dat ik Deirdre aan het gijzelen ben, maar dat is even iets anders. En wat is een slechte film die ik heel graag wil reviewen? Post fucking Impact. Deze geweldige film die genomineerd is voor... Oh ja, helemaal niks. Heeft zulke sterren zoals Dean Cain, bekend van... Bettina Zimmerman, bekend van, Erkanon Stefan gegen die machten der finsternis? Oké, laten we gewoon gaan beginnen. De film begint in Berlijn, in de niet zo verre toekomst. Bij een feestje van een astroloog die een komeet, Beeleder 7, ontdekt had. Want die komeet, Beeleder 7, komt ook nog eens heel erg dichtbij. En dan zien we het hoofdpersonage, Tom Parker, gespeeld door Dean Cain. Hij komt bij de astroloog Sterndorf en zijn dochter, die naar de komeet aan het kijken zijn, als Sterndorf een telefoontje krijgt. De komeet is namelijk van koers veranderd. Maar voordat de komeet crasht, gebruiken ze nog een satelliet met een slap aftreksel van de Death Star's krachten, genaamd Solstar 2. Hintze, een van Sterndorf's assistenten, denkt alleen niet dat het gaat werken. Maar goed, waar zal die komeet neer gaan storten? Tom Parker moet zijn commandant helpen om de mensen uit Duitsland te evacueren. Terwijl er net een meteor 500 kilometer van je af is neergestort. Vraag me niet hoe dat kan. Maar terwijl hij mensen het vliegtuig inleidt, doen ze spontaan ineens de deur dicht. Oké, ze nemen het volgende vliegtuig. Dat is goed, niks aan de hand. Hè? Wat is dit? Ineens is het 3 jaar later. Hebben die vrouw en kind nou wel of niet gered? In ieder geval, ineens wordt die satelliet van eerder, Solstar 2, geactiveerd. Er wordt een troep op het controlecentrum in Duitsland afgestuurd, maar het vliegtuig wordt neergehaald door de satelliet zelf. Oh, er is iemand die het ziet. Wacht, dat is toch niet Tom Parker met zijn hond plotmechanisme? Je zult later wel begrijpen waarom ik hem zo noem. Goed, dan komt hij toevallig Anna, de dochter van professor Sterndorf, tegen. Actually, I've been trying to get back to Berlin. But they said that no one... But no one has. There hasn't even been a rescue mission in the last 3 years. Wat? Waarom niet? Waarom zouden ze geen reddingsteam sturen? Hebben ze iets tegen Duitsers of zo? What the fuck? Nou goed, samen gaan ze naar het hoofd van de nieuwe regering en vragen ze of ze naar Duitsland mogen. Het schijnt namelijk dat Anna de codes weet om bij het controlecentrum van Solstar 2 te komen. En Tom Parker wil graag naar Duitsland om zijn vrouw en dochter te redden, die vanwege onverklaarde redenen niet zijn gekomen. Oké, wacht eens. Hij ziet toevallig dat het vliegtuig wordt neergehaald door Solstar 2 en maakt ook nog eens die conclusie dat het Solstar 2 is en daarna komt hij Anna tegen op de markt? Wat de hel? Dat kan toch... De kans dat dat gebeurt is microscopisch! Goed, dus een hele zooi mensen gaat mee naar Duitsland, inclusief de commandant die Tom had overmeesterd, en voordat ze op een gevaarlijke missie gaan, mogen ze nog even douchen. En dan komt de enige reden waarom deze film 16 jaar en ouder is. De douche-sex-scène. Een bijrol komt onder de douche naar Tom toe en ze duiken later samen het bed in. Wacht. Begrijp ik nou goed? Tom Parker gaat op zoek naar zijn vrouw en kind. En dan gaat hij ineens met deze vrouw naar bed? What the fuck? Dit slaat helemaal nergens op. Deze scène is compleet nutteloos. Oké, goed. Dus ze gaan op weg naar Berlijn. Hey, look. Kijk hè. Haar. Have you ever been to Paris? Parijs? My honeymoon. Wat heb je nou over? See on the ground. Wat? Oh nee, laat me raden, ze zagen toch niet? Subtiel. Goed, Solstar 2 valt het vliegtuig aan en ze droppen naar beneden in tanks. Dus de weg daar naartoe is een beetje saai, maar onderweg verliezen ze in ieder geval 1 tank en krijgen we deze 2 special effects scènes. Bloody hell, what now? Nog een keer. Bloody hell, what now? Kom op! Dit
Nintendo 64 graphics zijn nog beter dan dat. De shot is gewoon niet eens af. Hoe komt het in de film? In ieder geval zou Rivera eindelijk bij Berlijn en worden aangevallen. En een tank explodeert. En plotmechanisme vindt een meisje. My god, it's a little girl. This little foot thing. She's scared. Hey. Hey, it's okay, sweetie. Hey, don't worry, we're not gonna hurt you. Look, even my dog Sasquatch likes you, see? Waarom praten jullie geen Duits met haar? Looks like you make friends fast. Oh, jullie zijn in Berlijn. Probeer eens Duits. What's your name? Kom maar, probeer eens Duits. Don't you have a name? Duits. Maybe she can't speak. Misschien is ze wel gewoon Duits! Hallo! Je bent in Berlijn en je denkt er niet over na om Duits tegen een Duits meisje te praten. Wat ik. Goed, ze vinden een aantal andere mensen en. Waarom praat iedereen Engels? Waarom praat er niemand? Laat ik maar zitten. Who's your leader? Leader? Well, someone must be organizing all this. Well, he's not so much of a leader, but the doctor has helped us. Oh, sorry, verkeerde dokter. De mensen vertellen dat de professor in een kast zit of zo. I guess you're the doctor. Please state the nature of the medical emergency. Oh, sorry, verkeerde dokter. Who exactly is in control of Solstar 2 right now? After I designed the plan, we thought it might best Hintze should run it. De professor had grote plannen met Solstar 2. What exactly was your plan? My plan is to widen the focus of the beam to target an area nearly 1,000 kilometers wide. The beam would have hardly any effect? Well, that's what Hintze thought, but I could prove to him. Since the weather had virtually come to a standstill, it would accumulate the effect. Yeah, by bombarding the cloud layer with a low-intensity microwave beam, you could create an artificial warm front. An artificial bonfire? Een artificieel kampvuur? Artificieel betekent door mensen gemaakt, toch? Is dat niet elk freaking kampvuur artificieel? What the fuck? Maar Hintze, die het project heeft overgenomen, wil niet dat Tom Parker en zijn groep bij hem komt. Dus hij stuurt soldaten om hen te vermoorden. En ze vermoorden ook nog eens de professor. Ze hergroeperen bij de andere mensen en Tom Parker laat plotmechanismen achter bij het Duitse meisje. Stay. I need you to stay here, okay? My dog Sas, he hates to be alone, okay? So Sas, do you think you can stay with him until I come back? Yes? Okay? Sas, stay. Stay, Sas. Misschien hè, als je Duits had gepraat, dan had het begrepen! Dus ze komen bij Hintze. Ik vraag me af of hij misschien een beetje beter kan acteren dan de rest. Hey guys, how you doing? Welcome to Berlin! Been a few changes since you were here last, but I suppose you noticed that. You see, I've been doing a lot of reading when I've been here. Didn't have much else to do. Shakespeare, you know that guy? Wow, hij is eigenlijk wel een heel tof karakter. Ik hoop dat hij het lang. Daar is het plotmechanisme al. Begin je al een beetje in te zien waarom ik een plotmechanisme noem? En terwijl Tom Parker achter zijn hond aan is, neemt naakte douchechick het heft in handen. Dus douchechick zegt dat Anna het doelwit van Solstar 2 moet veranderen van Tangier naar het Midden-Oosten. Want zo heet dat land. Tom Parker en douchechick gaan vechten en het lijkt dat Tom toch nog dood zal gaan. Is er niemand die Tom kan redden? Oh nee, en nou is het Duitse meisje ook nog een gijzelaar. Is er dan niemand anders die onze helden kan redden? Ja, oké, die hond komt eraan, die redt de dag. Dus, is de film nu eindelijk afgelopen? Nee, de douchechick komt nog eens een keer terug en ze gaan weer vechten. Bye, Parker. Dat was nutteloos. Let me know how I can repay you. Ja, dat is goed, maar dit keer ga ik niet met een andere vrouw slapen, want dat is kennelijk slecht voor mijn karma. Dus ze draaien de schotels en voeren het professors plan uit. En Tom Parker gaat zijn vrouw en kind zoeken. En die zijn natuurlijk dood. Mijn vrouw is dood. Goed, kom maar Anna, de kust is vrij, we kunnen batsen! En natuurlijk wordt het ook nog eens mooi weer en is alles weer goed. En krijgen we nog één laatste slechte dialoog om het af te leren. That's the sun. Ze is iets van 7, Tom. Het is niet alsof ze 3 jaar geleden nooit de zon heeft gezien.
Goed, deze film zuigt. Het is misschien maar een tv-film en daarom kan je op zich de effecten en de slechtere acteurs wel wegschelden. Maar al het andere werkt gewoon niet. Ik zou zeggen, ga hem niet kijken. Dan ga ik nu maar gewoon trompannenkoeken eten. God!